Shelf, man, we are. We zijn aanwezig. Ja, ja. Dit zag ik niet aankomen. Heftig. Ja, ja. We zijn er. Na anderhalf uur is Lessem ook wakker. Jij viel wel een klein beetje slaap met op deze stoel. Dat klopt. Ja. En wat wil je ook met geurkaarsen en shit? Vind je dat goed? Wel een leuk huis, man. Ja? Maar heb ik wel het gevoel dat het vorige huis wel groter was. Ja, dat was ook zo. Ja. Zoals ik al zei, de zaken gaan niet zo goed. Doe het. Heb je al een miljoen? Nee, nog niet. Maar ik bedoel geld, hè? Oh, definieer miljoen. Miljoen. Een miljoen in je bedrijf? Nee. De bank. Nee, wat wil je? Hallo, dit is niet jullie talkshow. Dit is de rand van super gaande ineens. Ik nodig jullie uit om iets vast te maken en jij begint meteen met hoeveel staat er op je rekening? Ja, hoeveel is je outfit waard? Man. Soms dan zie ik foto's weer voorbij komen en denk ik van ja, hij is om je nee. Hoezo? Alsof ik allemaal dure shit heb. Dat niet. Maar daarom juist. Je hebt alles gestekt en het staat allemaal op je bord. Dikke. Goeie opening, man. Ja, lekker. Wat een feest dat jullie er zijn. Mochten jullie deze heren niet kennen, dan moet je naar huis. Want dat is heel raar. Ja. Wij zijn hier vandaag tezamen gekomen om iets speciaals te gaan doen. Kijk, ik heb dit gehaald. Oh, de paprika's weer. 80 cent. 4 paprika's bij de Turkse supermarkt. Echt? Jazeker. Normaal is het een euro per stuk of zo. Joh. Ik dacht speciaal voor jullie ga ik niet naar Appie, maar gewoon naar die plaatselijke ondernemers. Weet je wel. Het is wel goed trouwens, want ik ben nu op vegan leef. Maar legit vegan of wannabe vegan? Nee, legit. Als ik soms nog wel die frikandel. Nee, maar ik ben al een jaar vegetarisch, hè? Ja. Ik ben moslim. Ook geen melk en shit? Nee man, geen melk. Geen kaas? Nee man, alleen de borstvoeding van mijn vriendin soms. Maar als ik nu zo'n hap neem, kan je dan even inzoomen zo. Ja, dat zo'n geluidje erbij doen. Tuurlijk kan dat. Ja hoor, ja ja. Niet. Mocht je deze video nou kijken en denken, hey Kelvin, waarom upload je godsnaam elke dag al? Nou ja, dat komt omdat het deze maand Kelsember is, waarin ik elke dag upload om zo snel mogelijk naar een miljoen abonnees te komen. Wat zeg ik? Om jullie gelukkig te maken met leuke video's. Als deze video vandaag 500 likes haalt, betekent dat er morgen weer een nieuwe video komt. Dus doe sowieso even, ja ja. Hoeveel likes? 1500. 2000. Nee, er komt... Nee, zo werkt het. 2000, anders is er morgen niks. Geen shit online. Nee, er komen elke dag komt er 500 bij. Maar voor vandaag 2000. Oké. Okay. We maken een kleine uitzondering vandaag 2000, want ja, hè? Juicy heeft een fucking paprika gezet als een poesie. Ja. Maar kijk dan. Je snap ik waarom jouw vrouw zo snel zwanger raakt. Dat is zo. Leuk dat jullie er zijn, jongens. We gaan vandaag een briljant spel spelen, namelijk volgende. Ik wil van jullie graag weten. Ik heb een aantal stellingen bedacht. Die stellingen luiden als volgt. Wie zou als eerste kakken op de gootsteen? En dan moeten we zelf bepalen wie van ons dat het eerste zou doen. Dan geef je je telefoon aan Nina. Dan gaat zij doorgeven wie het meest is gestemd. Je hoeft niet te vertellen op wie je gestemd hebt. Je mag één joker inzetten gedurende de hele aflevering. En dan mag je zeggen, joh, nu wil ik echt weten wie de fuck op mij gestemd heeft. Maar dan mag maar één keer. Dus je moet op je phone afschrijven en die notities, ja, zeg maar. Ja. Dan geef je die even aan ons jury, een prachtige jurylid, Nina Waring. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Je mag dus, je mag ook op jezelf stemmen. Dat mag. Okay. Maar mij betreft mag het. Moet ook die vraag erbij schrijven of alleen de naam? Ja, alleen de naam. Okay. We beginnen easy. Wie zal als eerste de bank overvallen? Hij mag ook, ja oké. Okay. Oh, Nina komt erbij. Ja. Kijk maar even achter ons. Wat is de stand? Ik stem op Nessim. Ik dacht, jij bent de snelste van ons. Ja, dat is heel mooi gezegd. De snelste. Ik moet bekennen, ik heb een keer op mijn 16e. En die had ik een overval gepland. Nee, ik heb een keer op mijn 16e heb ik een overval gepland. Ik heb het uitgetekend en alles op en eraan. Ja, man. Gewoon echt een bestaande plek? Of zeker. Was het zo? Nee, het was een bestaande plek. En alles, ja, man. Ik was in een rare periode in mijn leven, man. Heel even, was het een supermarkt? Was het een groentewinkel? Groter. Was het een bank? Kleiner. Casino. Nee man, het was een als een gamma-achtig iets, maar niet gamma. Toen ik 16 was, dacht ik aan mijn vriendin zwanger maken. Ja, ik dacht aan geld, ja. Oké, okay, wie zou als eerste moord plegen? Het betekent niet dat je dit gaat doen, maar betekent, je hoeft ook niet per se op jezelf te stemmen. Jij stemt op jezelf zo van... Ik stem ook al fijn. Hoezo ik? Ja man, jij bent die gekke white guy. Psycho gewoon, ja, man. Jij denkt op één dag, denk je van fuck YouTube, ik ga gewoon iemand schieten gewoon. Ik ga gewoon school shooting, ja, ik zit niet eens op school. Hé, maar ik had mezelf gedaan zo van ja, ik vind het ook stom om jullie te doen. Nee, maar ik denk dat jij zou zeggen, maar iemand fuck met jouw bedrijf en zo. Ik denk niet dat je hem zelf zou vermoorden, maar je zou wel geld leggen om diegene te vermoorden. Misschien gewoon Peter of zo, toch? Wat? Dat Peter iemand laat vermoorden? Nee, jij zou Peter vermoorden. Dat heb ik al gedaan. Ja, maar als het kon, had ik het al gedaan. Waarom zou ik Peter vermoorden? Nee, maar jij bent gewoon die blanke buurman. Waar niemand iets van bedenkt. Ja, hij heeft gewoon lijken in zijn garage liggen en shit. Ik heb wel zijn uitspraak gedaan. Ik denk wel dat ik, als het echt moet, zeg maar. Iemand zou dus of zelf dood of iemand anders, dat ik het dan kan. Ja, tuurlijk. Maar... Ik heb een keer een schaap doodgemaakt, dus ik denk dat ik het ook wel kan. Ik vermoord helemaal geen dier meer. Ik eet ze niet eens meer. Zo, moraalridder Q Quentin Correa hoor. Q's is voor president!
Wie zou als eerste president van Nederland worden? Je hebt toch ooit een tweet geplaatst over dat je de partij van de dip of zo zou worden? Ja, zoiets. Nee, ja. Waarschijnlijk. Hey, ik had een eerste stem. Ik heb Kelvin, 2 op QC. Oh shit. Wie heeft me op QC gezet? Ja, maar jij hebt op jezelf gestemd. Ja. Ja. Ik denk dat als hij het land gaat regeren, dat we zomaar iets verder zouden komen dan jij het zou. Hoezo? Ik zou echt. Je komt nog een uur te laat hier, man. Nee, ik kwam hier een uur te laat. Ik ben aangevallen door een medewerker. Dat maar als een wereldbeslissing gemaakt worden. Ja, dat is wel waar. Nee, maar ik zou wel echt gewoon goed voor de wereld zijn. Wat zou de eerste wet zijn die je zou invoeren als jij nu president zou zijn? Alle vluchtelingen eruit. Nee. Dat alle dieren gewoon veilig zijn. Hoor hem dan. President van Nederland. Ik wil dat alle dieren gewoon vrij zijn. Stemrecht krijgen. Ja, dieren krijgen stemrecht. Dan mag Nessim ook stemmen. Wie zit er goed in? Hey, iemand zijn lampjes daar dan. Wie zal als eerste drugsverslaafd worden? Opnieuw, hè? Dat kan ook. Wie zal opnieuw drugsverslaafd worden? Ik twijfel wel zo. Ja, deze is moeilijk, hè? Je hoeft niet te zeggen wie je stemt. Dus ik wil totaal niet zien of zo, hè? Hey, maar niet 7 op jezelf gaan stemmen de hele tijd. Ik zei Enzo Knol. Oh ja. Wie zal als eerste drugsverslaafd worden? Ik heb Nessim 2 op Kelvin. Wie de fuck heeft op mij gestemd? Hey, Lil Bin, ik heb 2 stemmen. Ik ben een sportmandje. Waarom is dat? Ja, weet ik gaan, man. Gewoon zeker jij, hè? Nee, helemaal mogen op mij de schuld. Heb jij op mij gestemd? Nee, ik heb niet op jou gestemd. Ik heb helemaal niet op jou gestemd. Nee, ik ook niet. Je kan niet liegen. Ik heb op hem gestemd. Helemaal niet. Zweer op je kinderen. Ik zeg op mijn kinderen, ik heb al bij je gezet. Ik heb niet op jou gestemd. Wie dan? Dit is een fout gemaakt in het juryoverleg. Why the fuck you lying? Why you always lying? Nee, iemand ligt me heel hard. Hoezo denk je dat Nessim verslaafd zou zijn? Ik heb niet op Nessim gestemd. Echt niet? Geloof je. Iemand van jullie twee heeft op mij gestemd. Ik niet. Ik zie hem het gestemd. Jij hebt sowieso... Ja, oké dan. Ik heb op mij gezet. Jij denk het ook op mijn kind. Ik denk dat jij gewoon stiekem soms aan de kook zit. Nee. Ik denk dat jij, als het bedrijf gewoon fokt op gaat, dan ga je lijp fokt op, G. Oké, we gaan door. Nee, ik moet nog steeds wel even. Nee, je probeert het. Ja, je mag de joker inzetten en dan komt de waarheid boven water. Maar gezet jij nu een joker in? Nee, ik niet. Dat heb Nessim gezet. Ik weet dat jij hebt gestemd. Ik heb Calvin gezet. Nee, jij hebt een Nessim gestemd. Helemaal niet. Ik stem het op mijn kinderen. Nee, ik heb niet op jou gestemd. Ik heb niet op jou gestemd. Wie zou als eerste in een psychiatrische inrichting belanden? Die nou weer mij zeggen omdat ik die buurman ben of zo. Die L3, iedereen heeft 1 stem. Maar wie heeft op wie gestemd? Nou wordt het spannend. Nu wordt het spannend. Wie de fuck heeft op mij gestemd? Wie heeft op mij gestemd? Jij hebt sowieso op mij gestemd. Jij hebt sowieso op mij gestemd. Nee. Jij wel. Nee. Heb jij op mij gestemd? Ja. Ik heb geen uitspraak over. Oké. Ik kan niet zeggen, maar ik heb niet op jou gestemd. De sfeer slaat ook om nu, hè? Jij bent sowieso op die Anwar Find stare down modus ben jij. Ik ben lezen. Ja, kijk dit. Kijk, hij wordt zenuwachtig. Nee, ik word niet zenuwachtig. Moet ik nou zenuwachtig worden? Ik al 3 jaar met jou samen. Moet ik nou zenuwachtig worden? Ja, daarom, jij kent mij. Maar we hoeven niet tegen elkaar te zeggen wie op wie heeft gestemd. Nee, ja, als het wil, dan kan je mag 1 keer zeggen, oké, nu alles op tafel. Maar dan mag je maar 1 keer de hele aflevering doen. Snap jij spelregels überhaupt? Zou ik een boekje moeten maken? Oh, wij komen hier. Is dat daar? Jongens, we gaan dit doen. En dan red je daar die paprika's doen en je eet even één. Welkom bij je nieuwe kool. Nee, maar ik heb het letterlijk net uitgelegd. Replay! Dat bedoel ik. Duidelijke Connie. Je zal als eerste geld geven aan een dakloze. En deze mag je niet op jezelf stemmen. Dat heb ik net even bedacht. Je moest wel lang nadenken of ja, maar even moeilijk. Q, 2 op Nessim. Nee, dat ik die rechts fucking wilde stemmen ben ofzo. Ik denk alleen dat jij een persoon, als jij zeg maar aan een dakloos iemand zou geven, zou je een factuur aan hem vragen. Je bent zo'n business guy zeg maar. Hou op, dit is gewoon... Hij moet zeggen, ja, ik moet het wel kunnen verantwoorden aan mijn bedrijf. Nee, jij probeert nu gewoon goed te lullen. Je denkt gewoon dat ik die gierige guy ben. Nee, dat denk ik niet. Mag ik maar even verder over hoe Nessim heb gestemd? Ja. Hij geeft vaak geld aan zijn vader. Nee. En jij lijkt me wel die guy die als je nou dus een keer zo'n dag hebt gehad dat je alleen maar pech had. Dat je dan de volgende dag, omdat je in karma gelooft, dat je echt zo... Nee, nou, dat nu zoek niet, ik man. Een dakloze Ik doe het niet. Nee, man, echt niet, man. Bij mij is het op gevoel. Als ik zie op dat moment en ik voel dat, dan geef ik het gewoon. Dat boeit me echt niet. Wie zal als eerst emigreren? Ik mag trouwens wel weer op jezelf stemmen. Kelvin. Dat mag ik niet zeggen. Kijk die kop van me. Ja, mag wel, maar doe niet. Maar jij wil al ja zeggen. Ik hoef dat niet te zeggen. Nee, maar jij hebt het sowieso gedaan. Want jij... Nee. Kijk die kop. Nee, ik heb niet op Nessim gestemd. Op wie heb jij gestemd dan? Ja, op Nessim, want daar had 2 op hem. Ik heb over mezelf gestemd. Dat klopt. Echt? Ja. Dit is dat je dat ding weer liet. Die kopjes van jullie, niet normaal, joh. Waar zou je naartoe willen? Zou je Dubai of zo? Jij nee, ik ga niet gewoon te kijken. Oké. Okay. Nee, ik ga niet lapen all out. Dus dat boeit me echt. Ik wil gewoon rustig huis. Ik wil mijn rust, Kelvin. Oké. Maar dat kan ook niet. Kippen, met je eigen kippen en zo. Ja, maar een geit, wel een geit, man. Wie zou als eerste YouTube-kanaal verkopen en zo nog Ik heb QC, 2 op Nessim.
Nessim. Ik heb op niemand gestemd. Nee, ik heb ook op Nessim gestemd. Je lieg! Nee, serieus. Helemaal niet. Ja. Ik heb op Nessim! Ja, ik ook! Heb jij op Q gestemd? Nee. Jij hebt op Q gestemd. Nee. In ieder geval, ja, maar wij zijn super gaande. Dus ja. Lig je naar John de Mol, kom. Ja, doe het even. Dat heb ik al een keer gedaan bij NOS. Maar goed, John, zoek jij nog leuke buitenlanders? Bel ons. Maar we willen wel gewoon zelf nog ons ding blijven doen met super gaande. Oké, ja, dan spreekt hij voor zichzelf of spreekt hij volgens jullie beiden? Nee, gewoon wel. Jij zou gewoon oprotten naar Turkije toe. Maar oké, nu dit. Krijg 10 miljoen. Maar dan vanaf morgen is Supergaande zijn gewoon twee andere guys. Blanke guys. Zeker. Ja, echt? Dat is een deal. 10 miljoen, dankjewel. 10 miljoen. Doei. Wie zou als eerst alcoholist worden? Ik heb net een Q. Wie de fuck heeft op mij gestemd, G? Ik ben al sinds april gestopt met drinken. What the fuck? Ja, de flikker. Zou je april niet meer gedronken. Nou, ik drink ook niet bijna niet meer. Je kan meer dan mij drinken. Wie zou als eerste failliet gaan? Nessim was heel snel. Dat is geen goed teken. Ik heb Nessim 2 op Q. Oh, wat mij niet. Wie heeft op... Oh, niemand heeft van mij gestemd. Waarom wordt er überhaupt niet op mij gestemd ooit? Ik ben blank. Jij kan niet meer failliet gaan. Jawel, man. Nee, man. Nee, maar dat is juist. Mensen denken allemaal safe, stiekem. Maar hoezo? Oké, op wie heb jij gestemd dan? Dat hoef ik niet te zeggen. Wat, dat betekent 2 op mij. Ja, 2 op Q. Dat betekent dat jullie beiden op mij hebben gestemd. Ik weet niet of je zelf gestemd hebben. Nee, dat heb ik niet gedaan. Dat weten we niet. Rondom. Zet je joker in dan. Dan weten we het. Nee, want ik weet het zeker. Je bent joker erin. Dat is... Ja, begin maar. Even kijken, waar heb ik al gestemd? Okay. Ja, je weet het echt niet meer. Ja, ik heb jou gestemd. Hoezo? Ja, weet ik veel. Ja. Ja, leg uit dan. Nee, ja, meekamp of zo, weet ik veel. Jij bent ervaringsdeskundige, jij weet hoe het is. Nee, maar Nessim moet nog steeds uitleggen. Want... Vraag ook alweer. Ja, wie als eerste failliet zou gaan? Ja, ik denk dat Q als eerste failliet zou gaan. Omdat ik denk, zeg maar, wel een keer als het lijp genaaid zou kunnen worden of zo. Ja, okay. Dan weet je toch gewoon. Dat hij echt zijn hand heeft. Dat hij zeg maar een misstap maakt omdat hij niet scherp was. En dan denk ik van shit, een ton. Ja, wat een mooi antwoord. Ja. Mooi. Eerlijk, dat is een mooi antwoord, hè? Wie zal als eerste opgewakt worden door de politie? De sfeer is ook echt nog steeds zich. Iedereen. Joker! Jullie mogen eerst. Ik heb Joker ingezet. Dus zeg eerst op wie je gestemd hebt. Oh, ik heb hem zelf gestemd. Omdat ik zeg maar die guy bij wegmisbruiker zou zijn en gewoon lijf zou doen. Nee, dan gewoon zeg maar, ik ben die guy. Je moet niet aangehouden, je kan naar je werk krijgen. Ik hoef niet te tanken, schat, oké? Wat is er, meneer? Je hebt net uitgelegd dat je een overval wou plegen. Dus op zich. Nou, wauw. Toen ik 16 was, dat is 10 jaar geleden, gat. Nou, ja. Ik ben veranderd. Maar dan heb jij op mij gestemd. Wie zegt dat? Ja, je moet. Ik heb je ook ingezet. Ja, ja, ik kan van je. Waarom? Omdat je belasting onderduikt. Ja, gewoon dat belasting onderduikt. Nee, dat is nu een keer op mij stemmen omdat ik bijna geen stemmen heb. Maar luister dan. Je moet nou ook even goed. Je kan een seriemoordenaar zijn, maar op een dag is het klaar. Wanneer hebben jullie voor het laatst vastgezeten? Niet. In de lift of gewoon. Ik zit al 7 jaar vast. Aan je vrouw. Jij gaat op de bank slapen. We gaan door met de allerlaatste. Mocht je deze video niet geliked hebben, like hem sowieso hebben. Want anders komt er morgen een nieuwe video. Ik wou eigenlijk 500 likes. Toch? Ja, maar ik doe even, anders is iedereen al weggeklikt. Je doet het gewoon voordat hij van de video. Ja, YouTube regels 1.0, anders is iedereen al weg, hè. Dat heb ik nog niet gedaan. Dus voordat ik mijn laatste shot doe van mijn vlog, dan moet je eerst even die promo zetten. Serieus. Heb je deze video niet geliked, doe het dan sowieso eventjes. Ik wil 1500 likes. Maar nog niet weggaan, want de video gaat verder. Volg mij ook even op Instagram, Nessim Naji. QC en Supergaande ook zo. Terug. Volg allemaal. Wie zal als eerste miljonair worden? Nou, makkelijk. Heb je geen moeilijke. Hoezo? Je hebt al bijna een miljoen. Of je hebt het al in je bedrijf zitten. Nee. Rondom, man, bro. Wil jullie wel die ego gaan strelen? Nee. Ik had gewoon dat jullie iets meer zelfvertrouwen hadden. Dat jullie zagen, fuck it, ik ben die eerste. Maar. Godverdamme. Jezus. Dit zou die even horen, laatste. Ik schrijf het op hoor. Nee, nu is het ook klaar. Nu is het klaar. Je zou echt een lul zijn als je op jezelf zou stemmen. Oké. Calvin en 1 op Mirjam. Ja, ik moest hem even gooien. Ik hoop het. Hey, bedankt voor het kijken, joe. Pas op.